Op de Wolfput zitten neemt de eerste ploeg van KAA Gent eind juni definitief zijn intrek in het nieuwe trainingscomplex. Het wordt een modern en multifunctioneel complex met twee natuurgrasvelden, waarvan één met veldverwarming. Het neusje van de zalm wordt de Power Hill, uitgevoerd in het nieuwste soort kunstgras, namelijk geo-infill, waar alle opwarmings- en andere fysieke oefeningen georganiseerd kunnen worden. Voorts komt er een gebouwencomplex met burelen, een kleedkamer, een persconferentieruimte, een wellness met onder meer een revalidatiebad, een eetruimte en keuken, een ontspanningsruimte en 40 slaapruimtes. Naast dit nieuwe complex bevindt zich het terrein van Racing Gent dat heraangelegd wordt. Er komt een natuurgrasveld van 105 bij 68 meter en een aangepaste verlichting. Voordien werden ook al de jeugdkleedkamers van Racing Gent gerenoveerd en werden er 3 kunstgrasvelden voor duiveltjes aangelegd. Een extra veld in natuurgras met aangepaste irrigatie, drainage en verwarming en een extra kunstgrasveld vormden de kers op de taart. Op alle velden werd 200 lux LED-verlichting geplaatst. Het nieuwe trainingscomplex past in de verdere professionalisering van de club en biedt nieuwe perspectieven. Het bestaande oefencomplex aan de Warmoezeniersweg zal vanaf volgend seizoen exclusief ter beschikking staan van de jeugdploegen van KAA Gent.